De club. Jurgen Club. Dag iedereen, welkom bij Terugvlucht. Een terugblik op de kwartfinales van de UEFA Champions League deze week. Met dinsdag de return tussen Real Madrid en Chelsea. Peter van den Berg en Gert Verheij, die zagen alweer een spektakelmatch. Peter en Gert, goedemorgen. Goedemorgen. Nicola. Mannen, zijn jullie al... Voor ons nog goede avond, want ik weet niet of je kan zien, maar we zitten nog altijd in de bar. Zijn jullie al bekomen van wat er allemaal op jullie af is gekomen gisteren in Bernabeu? Een beetje op leeftijd, dus we hebben wat langer nodig om dit soort epische, onvergetelijke wedstrijden te verwerken. Het is te veel voor het probleem. Ja, is dat dan toch het DNA van Real Madrid, Peter en Gert? Want voor de 10e keer op 12 seizoenen in die halve finale. Zodra de hymne weer klinkt, dat maakt toch iets los blijkbaar bij die spelers ook. Ja, want het is eigenlijk weinig kans gegeven om door te gaan tegen Chelsea. Als je ziet hoe ze PSG hebben overleefd en als we zouden oplijsten hoe Real Madrid eigenlijk, hoe vaak Real Madrid er voorbij heeft van, nu zeggen 7, 8 jaar, ook toen ze de Champions League wonnen, eigenlijk door het allerkleinste gaatje, waar geen gaatje meer was, toch zijn ontsnapt. Ja, dan is dat toch iets bijzonders. Hè? En ja, dan doet Modric ineens iets. Waarvan wij nu... Zomaar iets. Daar hebben we het 4 uur over gehad om uitgelegd te krijgen wat daar eigenlijk is gebeurd. Ja. Gert, heb je ooit zo'n bal Gert? Verstuurd buitenkant voet? Hoe moeilijk nee, is dat? Nooit. En ik denk ook dat hij... Niet gekregen ook niet. Buitenkant voet is hij de beste dat rondloopt gewoon. Binnenkant voet zou ik zeggen de Bruin. Puur fysiek, hoe kan dat? Hoe kun je vanuit stand... Uw voet zo open draaien en een bal van 35, 40 meter leggen. Ik bedoel, zijn mensen dat nog niet normaal kunnen? Hij doet dat met uw gewrichtsbanden. Hoe kunt je voet nu zo fel open draaien? Maar dit is gewoon geniaal. Maar inderdaad, je moet die bal zoveel snelheid meegeven. Ja, natuurlijk. Want hij moet over wie is het? Over Thiago. Ja. En hij mag dan, en het is ook nog een die komt teruggelopen. Dus dat zou, je moet hem daar zo plaatsen. Just tussen die drie, maar in de loop van die Rodrigo. Wat die houden. Moeten we eens onderzoeken, jongen. Dat kan toch niet anders. Dat is toch zo speciaal. Dus ik noteer, Real Madrid kan ook gewoon in de finale geraken. Zelfs tegen City, op een of andere manier. Wel, ik heb al een paar keer een uitschakeling voorspeld. En er zijn twee mogelijkheden. Of ik ben slimmer en ik doe dat niet meer. Of ik voel hard in de boosheid. En ik kijk nog één keer op dat kleine stuk van mijn kristallen bol dat nog niet gebarsten is na de gemiste voorspelling. En ik zeg u, nee. Dat kan niet. Tenzij het natuurlijk tegen Atletico is. Dan ben ik niet zeker dat het dan zomaar Atletico is. Of tegen Villarreal. Niet. Of we nog zeggen dat Villarreal niet in staat is om het Champions League te winnen. Ja, maar het kan ook wie of ze de finale spelen. Hè? Dat is al verloren. Finale? Ja. Ah, ja. Dus de halve finale is toch wel City of wel Atletico. Heb ik gisteren een paar keer gezegd. Een paar keer gezegd bij zijn uitzending. Die luistert nooit naar mijn commentaar. Doe mijn eigen. Hij is gefocust op de tactiek, Gert. Ik doe mijn eigen ding. Maar het wordt vooral vervelend als hij net zegt. Als hij iets zegt wat ik net soms 5 seconden daarvoor heb gezegd. Was dat gisterenavond? Nee, gebeurd gisteren. Dat is al regelmatig. Oké, jammer. Gewoon 2 seconden later exact hetzelfde zeggen. Weliswaar anders woord. Met mijn beperkte woordschat. Minder goed dus. Minder goed. Ik zou zeggen, laat het weten, dan kunnen we dat knippen. En hij weet dat wanneer ik dan zo kijk. Dan kijkt hij zo. En dan weet hij het ondertussen al. Dan zeg ik... Oeps. En dan... Oké. Okay. Gert, af en toe ben je vandaag verdwenen in de wazigheid. Ja, ik heb een waas, maar het is in mijn hoofd ook een beetje wazig. Dus dat klopt wel. Dat moet kunnen na een avondje in Bernabeu. Goed, mannen, ja. Bedankt. Nu gaan we slapen, denk ik. Jullie hebben nog tijd tot ongeveer 7 uur vanavond. Dan moeten jullie in Wanda Metropolitano zijn. Goed? Terug opgeladen. Het is hier om de hoek. Alright. Slap wel, jongens. Bedankt, hè. Hallo. Bye-bye. Wir haben viele Fehler gemacht im Hinspiel, sie haben einen gemacht, dass sie uns am Leben lassen haben und das sollten wir bestrafen, aber das müssen wir halt tun. Ja. Dag Wilfried, dag Wim. Hey Nicola. Mannen, Nagelsmann die zei op de persconferentie dat Villarreal veel kansen had laten liggen vorige week, dat ze dat gingen afstraffen, was dat misplaatste arrogantie uiteindelijk? Zeg maar Wilfried, ja hè. Het is toch een geweldig item. En Kalilou Fadiga die mee was met ons, die heeft met twee... Afrikaanse voetballers van Villarreal voor de wedstrijd nog gesproken. Waaronder
Dia, de Senegalees, en ook de invaller Aurier, Serge Aurier. En die waren echt gebeten, die waren pist dat Nagelsman dit gedaan had. En die hebben daar heel veel grinta uitgepakt en heel veel motivatie doorgekregen. En ze zouden die Nagelsman eens een lesje leren. Ja, dat hebben ze ook gedaan. En Moreno heeft daar ook op gereageerd. Hè, door te zeggen van, zij hebben vergeten ons dood te doen. En voilà, die hebben ze deksel op de neus gekregen. Kijk eens aan. Is Bayern ooit in zijn spel geraakt eigenlijk gisteren? Nee. In die twee wedstrijden helemaal niet. Hè. Lam gelegd door hoe Unai Emery zijn manschappen had geposteerd. En die deden dat heel erg consequent met 11. Want Gerard Moreno en Danjuma hebben gisteren vooral gelopen in defensief opzicht. Een geweldige blok met een schitterend centraal duo Albiol en Pau Torres. Een oninneembare vesting. Ze hebben 24 doelpogingen, zag ik na de wedstrijd. Maar echt gevaarlijke waren er niet echt bij. En de andere kant is er maar één keer tussen de palen getrapt door Villarreal. Het was wel een beetje over twee wedstrijden bekeken, een gestolen kwalificatie kan je stellen. Maar dat kunststukje nog eens overdoen tegen waarschijnlijk Liverpool, ja, dat zie ik echt niet gebeuren. Wilfried, jij wel of niet? Ja, we zien het later wel. Hè. Ze hebben natuurlijk wel iets opgestoken, hè, in de competitie van Atletico Madrid en Simeone om zo'n blok te zetten. Juventus uitgeschakeld, Bayern uitgeschakeld, ja, waarom niet? Ja. Het is een beetje zoals Ajax een paar jaar geleden. Hè. Die raakten ook bij Juventus en Real Madrid. Ja, maar wel met geweldig voetbal. Wie vindt offensief voetbal? We waren samen, weet je nog, in Madrid bij die 1-4. Ploeg die leken te kunnen gaan halen. Ja. Maar geweldige wissels hè, van Emery. Die brengt Chukwueze. En op hetzelfde moment eigenlijk brengt Nagelsman Davies. Davies heft het buitenspel op en Chukwueze maakt de goal. Dus op alle fronten heeft Emery Nagelsman afgetroefd. Alright mannen, ik dank jullie voor de analyse. Wim, je hebt een trein te halen. Hè? Ja, ik ga nog snel twee matchen gaan voorbereiden en straks naar de studio met de auto en nu met de trein naar huis. Alright. Woensdag trokken Michael van Varenberg en Wesley Sonck naar Anfield. Veel stond er niet meer op het spel na de 1-3 in Lissabon. En dus haalde Wes de beste imitator in zichzelf naar boven. Klopig de club. Jurgen Klopp. Mannen, Liverpool had de heenmatch al gewonnen. Er stond niet zoveel meer op het spel, maar jullie hebben toch nog spektakel gekregen op Anfield. Ja, spektakel zou ik het niet helemaal noemen, want we hebben een beetje hetzelfde gevoel. Hè. Ja. Het had iets van een wedstrijd ergens in juli, begin juli, een soort veredelde oefenpartij. Ik had ook het gevoel dat het al over was en dat Liverpool al wist van ja, we gaan hier doorgaan, dan maken ze ook de 1-0. En dan had ik nog meer dat gevoel. Er zat ook niet een tempo in de wedstrijd waarvan je kon denken van wauw, dit is... Dit is de kwartfinale Champions League, maar ik denk dat het vooral door Liverpool was die de bal goed monopoliseerde. Wes, 6 doelpunten gemaakt, waaronder 3 door spitsen van Benfica. Vertel daar eens over. Ramos, Yaremchuk en Darwin Núñez. Ja, dat is een fenomeen. Hè. Die heeft 6 keer gescoord in 10 Champions League matchen, onder andere tegen Barcelona, tegen Bayern en Ajax en ook Liverpool. Hij heeft heel goede loopactie. Je ziet hem niet altijd vertrekken. Hij vertrekt in de rug van de tegenstander. Maar gisteren zijn afwerken was fenomenaal. De techniek, de manier waarop dat hij het doet. Ook al heeft hij maar 1 keer reglementair gescoord gisteren, dan gaan we toch moeten zeggen dat heel veel Engelse ploegen dit gaan gezien hebben en dat heel veel Engelse ploegen gaan denken van wauw. De spitsen van Liverpool, er zijn er nu 4 die er meer dan 10 hebben gemaakt dit seizoen. Je noemde Firmino, maar natuurlijk ook Salah, Mané en Jota. Ja, dat is echt een geolied geheel. Mannen, hoe ver komt Liverpool? Ja, dan zou ik wel even willen zeggen, als we gisteren Luis Diaz hebben gezien, die heeft er nog geen 10 gemaakt, maar dat is ook een fenomeen, ik vind dat een fenomeen, omdat die is een geestel voor elke verdediging. Die blijft lopen. Ja, die blijft, ik ging net zeggen, die stopt niet meer lopen. Michael Anfield, eerste keer was het, wil je nog terug? Zeker weten, ja, eigenlijk wel. Ik ben niet zo'n fan van de atmosfeer bij United en Man City, dat heeft me nog niet echt weggeblazen. Maar hier bij Liverpool, ja, misschien is dat You'll Never Walk Alone. Hè? Alright, merci man. Ik zou zeggen, geniet nu nog van het laatste deel van jullie reis, terugreis. Dat is
een paar honderd meter verderop, hè? Ja, ja, Manchester Airport. Ja, gisteren in de nieuwe terminal was de Pico Bello, dus laten we zo dat het mag zijn. Oké, ideaal, perfect. Merci, mama. Bye-bye. We zullen er nog mee te zeggen, hè. Tot slot terug naar Madrid. Onze commentatoren hadden heel veel zin in de terugwedstrijd tussen Atletico en Manchester City. Atletico de Madrid. Atletico de Madrid. Mo Missouri, goedemorgen. Goedemorgen, Nico. Mo, vertel eens, wat ben je? Ja, ik ben op het trainingsveld hier van Westerbo. Dus ik ben straks hier over enkele minuten aan de training. Dus. Wat een leven in de zon, hè? Schitterend. Gisteren was je bij ons natuurlijk in de studio voor Atletico tegen Man City. Dat was bij momenten, Mo, meer een bokswedstrijd dan een voetbalwedstrijd. Hè? Hoeveel rode kaarten had Felipe bijvoorbeeld moeten krijgen? Ik denk dat hij er wel 3 had verdiend, maar ja, vooral zijn verontwaardiging. Hè? Zeker na die rode kaart, na zijn overtreding op Foden. Het was heel bizar, zeker als je dan op dat moment nog een doelpunt ging maken, dat je zo lang ja, op het veld blijft staan en protesteren, terwijl je eigenlijk absoluut dat doelpunt nodig hebt, was een beetje bizar. Ja, en daarna aan de haren trekken, Savic bij Grealish, een bijna kopstoot in de tunnel, vechten in de tunnel. Wat vond je daarvan? Ja, het vooral ook een beetje aangestoken is door Felipe, maar ook door de coach zelf, Simeone, die ostentatief ook bij elke foute beslissing volgens hem. Ze zijn nogthans, Mo, nog dicht in de buurt gekomen van kwalificatie. Hè? Als ze willen, dan kunnen ze het wel. Hè? Die tweede helft was goed. Ja, absoluut. Carrasco, Cunha met een kans, Suarez. Dus ja, ze hebben echt al hun offensieve spelers aan ingebracht. Ik moet ook zeggen dat Correa heel goed inviel, dat hij echt in elke actie betrokken was. Hebben jullie gisteren meegegeven voor de hoeveelste keer Guardiola al de halve finale van de Champions League haalt? Toch al de 10e keer, dus de 12e keer? 9e keer, ja. Barça 4 keer, 3 keer met Bayern, 2 keer met City, dat is straf. Maar moeten we ons zorgen maken over Kevin De Bruyne, want zou dat ernstig zijn, die blessure? Ja, het trapt daar los op de stuts van Savic was het, denk ik. Of Felipe. Ja, en je merkt ook na de rust dat hij veel moeilijker beweegde. Dat zou waarschijnlijk een flinke kneuzing zijn op de wreef van zijn voet. City moet terug naar Madrid nu, naar Real Madrid. Ja, ik zou zeggen dat moet misschien makkelijker zijn dan Atletico. Wat denk jij ervan? Dat ze wel meer ruimte zullen krijgen dan tegen Atletico Madrid. Maar ja, Real Madrid, we zeiden het gisteren in de studio ook, worden nooit echt als favoriet naar voren geschoven. Maar uiteindelijk, op een of andere manier, kruipen ze altijd door het oog van de naald, net als in de wedstrijd tegen Chelsea. En halen ze dan uiteindelijk toch weer een finale. Maar City heeft nog geen enkele goal tegen in de knock-out fase, Mo. Dan kom je wel ver, in principe. Oh, dat is het grote verschil bij City hè, dit seizoen. Enkel op het einde van de wedstrijd dat ze echt kansen weggeven. Doordat ze zelf ook soms de bal veel te gemakkelijk weggaven. Nee, City, ik denk dat ze hebben het geluk misschien gisteren gehad die ze nodig hebben om eindelijk die titel op hun hand te schrijven. Alright, genoteerd. Merci Nico. Merci Mo. Snel, bye-bye. Bye. Ja, hopelijk is Kevin De Bruyne snel weer fit. Gisteren hebben wij wel laten zien in onze studio waarom KDB zo goed is. De Noorse sportwetenschapper Ger Jordet heeft het uitgelegd. Het heeft alles te maken met scanning. Ik zou zeggen, bekijk die reportage zeker. De halve finales van de Champions League die volgen binnenkort. 26 april City tegen Real. 27 april Liverpool, Villarreal. 28 april een nieuwe terugvlucht. Graag tot dan.